In deze auto zouden ze zitten. De laatste twee bandleden van de K-popgroep BTS, die vanaf vandaag ook bij het leger horen. Op de plek waar de trainingen worden gegeven, stonden gisteren al fans op ze te wachten. Veel fans in Zuid-Korea en Japan vinden het erg jammer dat ze BTS een tijd moeten missen. Jimin ga daaiski de, aasta kara guntai itte shimatte, sugoku samishii kedo, aitai kimochi ga tsuyoi no de. Cafe mun yaneunka to army bundeul chadawa juseugo, to gachi usseusseo haeseo, to aedeul yaegi mani hago eumak dukgo haneunka giuni deo naneyo. In Zuid-Korea moeten alle mannen tussen hun 18e en 28e jaar ongeveer anderhalf jaar het leger in. Dienstplicht heet dat. En dat geldt dus ook voor artiesten.例えばですけど、どっか遠くに外国に行ってみたい、行ってしまうような感覚があります。でも行った気ではないでしょ。必ず戻ってくるでしょ。だからその日を楽しみに待っていたいと思います。In 2025 zitten de trainingen erop en zullen ze waarschijnlijk weer gaan optreden. All we can do is stand by and support them. And in 2025, when they finally come back, all I can hope is that they have a concert and they come to South Africa. So yeah, no, just all the love and support to them. Yeah.